Street Fighter, Terminator, Rambo, Free Willy, allemaal bijzonder spannende actiefilms met bloedstollende stunts. En vandaag praat ik met Otto Rottweiler. Otto is een stuntman die de dood dagelijks in de ogen kijkt voor het amusement van het publiek. Eén kleine vergissing en het kan fataal zijn. In mijn rit... Otto, ik wist niet dat je nu al spectaculaire stunts ging uithalen achter mijn rug. Oh, ik ben gewoon over die band gestruikeld, tegen die auto gevallen. Maar dat is niet erg. Een stuntman moet kunnen vallen, ja toch? En terug opstaan. Wat was eigenlijk de meest spectaculaire valscène uit je carrière? Dat was die film Batman. Batman, die joker, die slechterik, die van het dak afvalt. En jij deed die val? Ik stond erin. Ik stond erin en die andere is op me gevallen. Ja, Paul. Ik werk zeer veel met dynamiet en springstoffen voor oorlogsfilms. Vind je het wel een goed idee om nu te roken? Ik rook als mijn leven. Ik heb nooit last. Ik stel voor dat we misschien nu naar een paar andere stunts gaan kijken. Geen probleem. Moet je geen schrik hebben, hè? Ik ben zeer professioneel. Een stuntman moet altijd de goede reflexen. Paraat voor onverwachte slagen. Oh, ik dacht dat je met de schedel wou inslaan, zeg. Het geeft wel een zeer realistisch effect, zo'n stuntfles. Ja, een stuntman moet zeer veel professioneel materiaal hebben. Ik heb gespeeld in dingen. Een wedstrijd met Clint Eastwood. Oh, het spijt me verschrikkelijk. Ik wist niet dat het een echte fles was. Gelukkig is mijn fles een snaps niet gebroken. Veel beter, veel beter. Ja, als stuntman moet je toch wel met die constante dreiging leven dat er iets mis kan gaan. Gelukkig zijn er nog geen echte ongelukken gebeurd. Oh ja, Weppel, ik heb veel accidenten gehad. Veel. De armen en de benen, alles is gebroken. Alles is nu vervangen met roestvrij staal. Dat gaat omhoog. En de stuntman springt van die hoogte naar beneden, zo. Op die kartonnen dozen. Die kartonnen dozen. En die zijn met zeven precisionen hier gezet door de professionele manschaften. Kan je je eerste val nog herinneren, Otto? Eerste val. Ja. Ik moest een slaapkamer lopen. En dan door een venster springen naar beneden. 8 verdiepen, hoog. En dan val ik in dat wassen van de kanaal. Wat een ongelofelijke stunt. Ja, die zal zeker en vast wel gebruikt zijn in een of andere megaproductie in Hollywood. Dat was geen film. Ik ben betrapt geworden door de man van mijn maitresse. Zo. Dan gaan we 7, 8 meter hoog om te kunnen springen op die kartonnen dozen. Voilà. Van naar boven gezien lijkt die stelling toch wel bijzonder hoog, Otto. Ik stel voor dat we onmiddellijk terug naar beneden gaan. Ach, Paul, geen probleem. Otto! Wat een val, Otto, en zo realistisch. Als je geen stuntman was, dan had ik gezworen dat je je echt bezeerd had. Ik heb me bezeerd. God, dat mijn niet zo professionele manschaften, verdampt, ze vergeten die televisie uit de kartonnen dozen te nemen. Zo. Ik wil die zeer gevaarlijke stunt doen met samen vuur maken. Hier is een helm, voor dan hoofd een beetje te beschermen. Nu bent mijn assistent, moet hem echt in brand steken. Dat is een hele grote eer, Otto. Heb je misschien voor we hier aan beginnen nog enkele waarschuwende woorden voor onze jongste kijkertjes? Ja, lieve kinderen. We nooit in de slaapkamer van mama of papa komen op zondagmorgen. Ja, ik bedoel eigenlijk meer waarschuwingen in verband met stuntwerk met vuur. Oh ja, natuurlijk. Zet je helm op. Zeer voorzichtig benzine hier in die tonnen. We spreken met de kinderen. Lieve kinderen, hier speelt Otto Rottweiler. De stunt die we doen is zeer, zeer gevaarlijk.
Je moet dat nooit, nooit thuis doen. Nooit. Au! Au! Dat is de deur! Paul! Paul! Die panikeer, Paul! Ik ga op de deur beginnen te beschreeuwen! Au! Nou, Paul, hè? Dat is toch niet zo erg? Een beetje vuur aan de scheen. Ik kan de beste stuntman overkomen. Stuntman, stuntman. Je stunts beginnen mijn oren uit te komen. Zet die camera onmiddellijk af, jongens.